En toen is het toch zo de micro ontstaan. Dat is echt verschrikkelijk. Dus nou, we worden nog alles. Maar en dan even en dan nul reacties. En op dat moment kun je daar wakker van liggen. Ja. En dan neem ik altijd 2 flesjes water en 1 banaan mee. Begin met een B en het lijkt op een boot. Ja. Goed. Stel dat je werk iedere dag onder een vergrootglas ligt. Je werkt met mensen die belangrijke beslissingen moeten nemen. Je moet veel overleggen en verantwoording afleggen. En dan ben je ook nog eens echtgenoot, vader en opa. Dit is het gezicht achter, met vandaag de burgemeester, Piet Zoon. Piet Zoon groeide op in de slagerij van zijn ouders. Hij studeerde lichamelijke opvoeding aan de Haagse Academie. Maar die studie zou hij nooit afmaken. Hij werkte van Zierikzee tot aan Texel als gemeentesecretaris, ambtenaar en statenlid. En sinds 2008 is hij de burgemeester van de gemeente Raalte. Meneer Zoon, ik heb begrepen dat ik Piet mag zeggen. Ja, dat mag. Zeer en zeker. Dat ik mag heel graag. Tutoyeren. Mag ook, ja. Nee, maar het is goed dat ik de bank heb, hè? Want ja, er moet toch iemand bankier spelen? Dat is het beste? Ja, lijkt me wel. Ja? En dan 2, wat is je strategie? Want je kunt natuurlijk door Dorpstaat ons dorp en Brink te kopen, heel snel investeren. En als ik de pech heb dat ik 2-3 keer daarop kom, dan is het de afrekening geblazen. Moet je heel veel geld in investeren. Dit is mijn geld. Ja, en dan niet hier, hè? Dit is de grens, zeg maar. Ja. Dus ik heb wat stapeltjes van 50, van 100, van 500 en van 10. Ja. Als je meer nodig hebt, dan weet je 10% rente. Ja. En jij hebt de stapeltjes verdeeld, hè? Eerlijk. Eerlijk verteld. Kijk, 1 briefje van 500, kijk maar. Jij ook? Ja, dat klopt. Ja, dan hoeven die anderen niet te controleren. Ja, die stapel van 100, die is... Ja, dat klopt. Je speelt dit spelletje graag, begrijp ik. Ik vond het als kind geweldig. Ja, dat had ik dus. Ik wilde namelijk net vragen waarom vind je het spel leuk. Maar als ik zo tegenover je zit, ik moet ook lachen. Omdat ik zie echt van die ondeugende jongensogen voor me. Nee, dat klopt. Dat heb ik volledig mee eens. Dat zal ik wel uitstralen. We hebben het, nou, tientallen zaterdagavonden hebben het gespeeld. Honderdtallen, zeg maar. Met het hele gezin. Met het hele gezin. En dan kocht ook weer nieuwe. Want ja, elke keer ging er zo'n devaluatie of een revaluatie. Er moesten weer andere biljetten komen. Yeah. En ik vond het wel heel interessant om inderdaad de bank te beheren. En, dus toen zat het er al wel. Mijn zus is iets. Mijn zusje, zei ik altijd. Ja, ze is nu ook een volwassen vrouw. Yeah. Mijn zusje was iets jonger, dus die kun je iets makkelijker manipuleren. Dus nou, we wonnen nog alles. Monopoly. Ja. We gaan aan de slag. Stap 1. Dat is? Stap 1 van mij. We moeten eerst een poppetje hebben, toch? Dit hoogste heeft maar een popje uitzoeken of hoe gaan we beginnen? Oh, want we kunnen misschien anders, vinden we misschien allebei hetzelfde poppetje leuk. Bedoel je dat al? Dat zou kunnen. Dat is al een vorm van onderhandeling. Dat is goed. Ja, nee, dat is goed. Wie het hoogste heeft, kiest eerst, ja? Ja, is goed. Ik heb een 6. Oh, dat is apart. Ik weet zo. 5. 5. Ja. Die is wel erg lang. Het omgekeerde van 6. Het werkt bij mij niet. Nou, ik neem er eentje voor. Deze? Wat is dat? Even kijken. Dit is een ridder te paard. Nou, dan gaan we beginnen. Dat is goed, hè? Daar is de start. Ja, hier. Oké, dan mag ik wel vast een poppetje kiezen nu, hè? Dan zet ik hem hier wel vast neer. Ik vind deze boot, dit schip vind ik al. Is dit een boot? Zoiets, het lijkt erop. Nou, dan ben ik een boot. Begin met een B en het einde lijkt op een boot. Ja. Goed. Ja. Oké. Kijk, dat is 10. Als je dubbel gooit, dan ben je straks op bezoek, hè, hier. Ja, als je het dubbel gooit, ja. Mag je nog een keer, hè? Kijk, 7, dat is het algemeen fonds. Kijk, dat is het algemeen fonds, maar even kijken. Ja, een doktersrekening. Ik ben nog nooit bij een dokter geweest. Ik ben nog nooit bij een dokter geweest. Een andere. Een andere, ja, precies. Dan mag ik, ja. 50 euro, die moet naar de bank, hè? Oh, die moet niet naar mij? Nee, die moet naar de bank. No. Ja, nee. Jammer. Jammer. Nu mag ik, hè? Ja, ik zal... Of heb je nog een regel bedacht dat je nog een keer mag? Nee, dubbel gooien mag je. Daar gaan we.
Zeven. Dat is een kans. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kans. Ja. Mag ik eentje pakken? Verlaat de gevangenis zonder betalen. Nou, dan sta je nog niet in. Die kun je gewoon niet onder je bord stoppen. En ik kan straks als een soort joker, kan ik hem straks inzetten. 4. Laat ik weer doen. 1, 2, 3, 4. Vrij parkeren. 11, dat is Hofplein Rotterdam. Die koop ik. €300. Lichamelijke opvoeding eerst een half jaar gedaan, ja. Daarna gestopt. Wat was dan het moment dat je dacht, ik ga de politiek in? Nou, het is een hele eenvoudige keus. Op enig moment moest ik stoppen. En dan moet je herbronnen. Maar ik was halverwege het seizoen. Ga je een andere studie doen of wat is dan de keus? En toen, toevalligerwijs, kwam er een vacature bij de provincie Zuid-Holland voorbij. En ik woonde in Den Haag, dus dat was één op één over. Dus zodoende kwam ik in aanraking met ambtelijke processen enzovoort. Dat was eigenlijk puur toeval? Puur toeval, dat was toevallig vacature. Nou, en iedereen ging toen voor een bepaalde studie op, gemeenteadministratie 1. Nou, ik denk, ja, dat ga ik er ook mee doen. En zo is de belangstelling voor. Maar elke keer was ik aan het verhuizen en muteren. En ik had al belangstelling voor de politiek, maar eerst woonde ik in Zuid-Holland, toen woonde ik in Zeeland. Toen wilde ik de politiek en ging ik verhuizen naar Zuid-Holland. En toen wilde ik de politiek en ging ik naar Noord-Holland. Nou, toen ik op test was, dacht ik, nou moet ik mijn voelhorens uitsteken. Toen ben ik naar de gedeputeerde gegaan in de provincie Noord-Holland. Zeg, ik wil de volgende keer meedoen. En zo ben ik daarin gerold. Ja. Ik gaf ook trainingen aan raadsleden en aan statenleden. Hoe ze boodschap moeten overbrengen. Ja, maar ook inhoud, zo gemeentefinanciën over procedures, processen. Ah, lachgegierde brullen. Ik heb mensen ik kom nu nog mensen op congressen tegen die zeggen, dit is mijn leermeester. Dat is toch schitterend. Echt genieten, ja. Echt genieten dat je mensen kunt helpen. Ja. Voordat we verder gaan praten, wil ik eigenlijk eerst een paar stellingen voorleggen. Goed. Het burgemeesterschap is mijn werk, het burgemeesterschap is mijn leven. En mijn werk. Ik ben vaak te lang van stof, of ik heb nou eenmaal veel te vertellen. Ik heb heel vaak veel te vertellen. Het wespennest van Raad heb ik bestuurlijk goed onder controle gekregen, of dat wespennest viel eigenlijk wel mee. Nou, dat laatste. Het wespennest valt best mee en het wespennest. Maar goed, toelichting volgt later. Precies. Je zegt toch, burgemeesterschap is mijn werk. Ja. En dat heb je met een duidelijke bedoeling gezegd. Ik zag het in de ogen van ons burgemeester. Heb je goed gezien. Waarom heb je die keuze gemaakt? Ja, omdat ik dat echt heel zwaar vind. En het is niet zo dat ik nou bij wijze van spreken wakker lig van het feit dat ik nu burgemeester ben. Maar ik hou me er wel echt mee bezig en hou rekenschap mee dat ik een burgemeester ben. Is er één van in de gemeente. Je zit in het puntje van van verantwoording. En daar hoor je naar de gedragen, hoor je naar de handen, hoor je eenduidig te zijn en daar horen een aantal kenmerken bij, onberispelijk gedrag. Nou, en al die zaken moet je in jezelf verenigen. Dat vloeit jou voort. En dan moet je ook je realiseren. Ja. Ja. Terwijl ik misschien best wel eens een beslissing neem die ik privé helemaal niet zou nemen. Nee. Toen je net zei van, ik kan niet wakker liggen van mijn functie als burgemeester. Dus je kunt het enigszins, als je thuis komt, wel even... Je weet wanneer je weer thuis bent, in Heten bijvoorbeeld, dat je ieder moment weer een telefoontje kan krijgen of opgeroepen kan worden. Of naar een volgende vergadering gaan, waarbij je weer in die rol stapt. Dus dat hou je altijd aan je achterhoofd. En dat gaat... Dat kan gebeuren. Ik kan heel snel schakelen. Ja, en als ik dan nog eventjes bijvoorbeeld doorga op wat ernstige gebeurtenissen. Bijvoorbeeld de brand die we hadden in Lutterberg. Ja. Dat is dan een voorbeeld. Ja. In hoeverre neem je zulke zaken die gebeuren in de gemeente wel mee naar huis? Of waar je bijvoorbeeld wel van wakker kan liggen? Omdat het zo goed is afgelopen, was dat makkelijk om te dragen. Maar je hebt wel een vorm van nazorg. Want er zijn wel brandweer mensen, mannen en vrouwen, binnen geweest onder barre omstandigheden. Maar ook de mensen die brand hebben meegemaakt, die hebben echt wel kleine traumatische ervaring daaraan overgehouden. Voelde je dan toch nog burgemeester of ben je dan meer een betrokken persoon? Nou, ben je in je rol als burgemeester omdat jij die informatie hebt en als enige in de gemeente ook die informatie met anderen kan en mag delen. Ja. En dan denk je ook na over de wijze waarop je communiceert met media. Want dan komt RTV Oost, dan komt Stentor, iedereen wil je
opvatting daarover weten. Ja. Nu is dit goed afgelopen. Ik heb ook een keer een situatie meegemaakt dat ik voor een huis stond, bij mijn vorige gemeente, waarvan ik zeker wist dat er nog een persoon in het brandende huis was. En dat maakt wel heel veel indruk, want dat liep fataal af. En op dat moment kun je daar wakker van liggen? Ja. In de media, heb ik het onder andere over Standaard Centraal, werd er gesproken over, toch wel een soort van, nou ja, hoe je het ook wil noemen, maar er werd gesproken over een wespennest van Raalte. Mm-hmm. En daarom was ook de stelling van, ik had de wespen onder controle, het wespennest viel wel mee. Je koos voor, het wespennest viel eigenlijk best mee. Terwijl je toch wel op een roerig moment als burgemeester binnenkwam. Ik heb met hart en ziel geprobeerd om wat in het verleden was, zo snel als mogelijk tot het verleden te laten behoren. Dus dan is het eerst het probleem aanpakken. Hè? Wat zijn analyseren wat het probleem is. Analyseren wat het probleem is. Dat dan zijn de actoren. Betrokken partijen praten. Bijvoorbeeld. Hè? Dus in dit geval de provincie en de gemeenteraad en alle mensen. Medewerkers om die band weer goed te krijgen. Dus dat de naalden eruit zijn, zeg maar. Investeerde mensen is belangrijk. Ja. Ja. En daarna heb je dus gekeken, oké, en nu gaan we het probleem aanpakken. Ja. Ja. Ja, is het nu hier, ja, en het is ook een vorm van realiseren van het doelen. Hè. Wat is mijn doel? Ja. Mijn doel was, de provincie en de gemeente, dat waren we beide van mening, moeten niet rollenbollend over straat. Moet wel ieders eigen verantwoordelijkheid houden ten opzichte van elkaar. En gebaseerd daarop, moet je de wil uitspreken om het probleem op te lossen. Nou, en dan gaat het vanzelf en dan gaat het over de weg waar langs. Ik las ook dat je niet vies bent van een 1 april grap. Wat is je allerbeste 1 april grap die je in je functie ooit een keer had? Ja, laat ik die maar van de drooglegging van Texel. De drooglegging van Texel, vertel. Ja, daar heb je altijd, hier heb je bijvoorbeeld stoppelhanen. En op Texel had je de oude Sunderklaas, noemen ze dat. Dat is de 12e december. En dan speel je voorvallen van het jaar daarna voorafgaand. En dat beeld je ook uit. Dus met andere woorden, ik werd wel eens een keer gespeeld, bij wijze van spreken, toen ik naar Hattem ging. En dan werd ik gespeeld en uitgebeeld. En dan stond er, Texel Hattem, Hattem heeft hem. En dan werd er een zoon gespeeld. Nou, zo zijn er honderden mensen die dat spelen. Dat is oude Sinterklaas. En op enig moment was er een stagiair van de provincie Noord-Holland. En die hebben we iets laten lekken, tussen aanhalingstekens. En dat hebben we s'nachts, tijdens een raadsvergadering, 12 uur, bij de plaatselijke Texelse Courant in de brievenbus gestopt, op officieel papier. En er stond een soort waarschuwing van mij en de burgemeester dat het uit de hand liep. En dat er een droogleggingsverbod moest komen. En de volgende dag hadden we een persconferentie. Dat deed ik toen zelf. En dan mag je een droogleggingsverbod? Daar geen alcohol dus onder, geen alcohol meer. Gewoon totaal. Totaal. Niemand meer. Totaal niemand, geen alcohol meer. En toen die journalist dus kwam om 11 uur de volgende morgen. En ik had de burgemeester al gewaarschuwd. Jij bent niet bereikbaar, want het ging naar de burgemeester toe. Het was dus mijn collega Joop Gelder. En toen zag ik die journalist en die had een tas bij zich. En ik zag dat die envelop die dus in die brief was ooit al uit te steken. En die zei, kan ik jou zo even spreken? Buiten die andere journalist om. Nou, ze is prima. En ik heb met een stalen gezicht dat verhaal verteld. En hij was nog niet uit mijn kamer. Of het stond in alle media. En toen is het toch zo de mieter ontstaan. Dat is echt verschrikkelijk. Toen hebben we zoveel last gehad. Dus zelfs de raad begon zich ermee te bemoeien. De burgemeester kwam in de problemen. Dat was een beetje iets te veel doorgeschoten. Want het verhaal was dus, de jongeren werden natuurlijk ongelooflijk kwaad. Ja. Toen ze dat hoorden. De koninklijke horeca. De burgemeester. Koninklijke horeca enzovoort. Ja. Waar halen ze het lef vandaan om zich daarmee te bemoeien? Ja, ja. Maar die functie, hè? Want als ik je nu zie, dan zie ik natuurlijk een klein ondeugend jochje die het ontzettend leuk vindt om lekker te ginnen grappen. Ja. Kun je dat in je burgemeesterschap voldoende kwijt? Ik vind humor ontzettend leuk. Maar ik kan ook hele droge humor hebben. En de meest spannende momenten, dan heb ik nogal een grap in mijn gedachten. Ja. Ja. Maar dan speel ik hem niet uit, want het kan op dat moment. Nee, dan kun je maar dan moet je het dus wel onderdrukken. Je hebt dan de behoefte om even lekker... Ik kan er heel serieus iets zeggen. En soms hebben misschien dat gast dat wel eens ervaren. Zeg iets heel serieus. En omdat ik het al zeg,
Wordt het misschien hè, want ja, zoveel heb ik daar ook niet te vertellen, maar wordt het als een soort waarheid gezien? En daar moet ik wel eens mee oppassen. Dan zeg ik gauw, het is een grapje. Ja. En anders ja. dan... Ja. Wat ik heel veel in interviews van je teruglees, is dat je je ontzettend kunt ergeren aan, eerst in het algemeen, meningen die gebaseerd zijn op onvolledige informatie. Yes. Dus dat mensen conclusies trekken terwijl ze eigenlijk nog niet van alles afweten. Ja. Dan trek ik dat door naar de media, ja. waar je natuurlijk met jouw functie, met je werk heel veel mee in aanraking komt. Dat de media artikelen schrijven, oordelen hebben over je burgemeesterschap, over beslissingen die de gemeenteraad wat dan ook neemt, terwijl ze maar het halve verhaal kennen. Het eerste is dat ik zelf hou van stevig debat. Dat is één. Twee, ik ben van liberale huizen en het recht van vrije meningsuiting is voor mij bijna het allergrootste goed. Daarom ben ik bij spreken in hart en nieren democraat. Dus dat zijn de basisprincipes. Ik wil ook op iedere hoek van de straat, in de verschillende rollen die ik vervul, en dat is voor de mensen die mijn boodschap ontvangen, is natuurlijk lastig. Bij de ene keer ben ik Piet Zoon, dan ben ik de burgemeester, dan ben ik de voorzitter van de raad, dan ben ik de voorzitter van het college. De mensen die boodschap ontvangen, probeer ik zo zorgvuldig mogelijk in te zijn. En als dan de media daarmee aan de loop gaan, dan vind ik dat heel vervelend. Dus onjuiste informatie verstrekken. Voorbeeld, in de zomer verscheen een artikel dat de parallelweg niet van, langs de N35 niet van verlichting zou worden voorzien. Terwijl ik al wist dat het zou gaan gebeuren. Ik ben niet geïnterviewd en een van de media zegt, geen verlichting langs parallelweg. Als je dan ziet wat daaronder staat, dan hebben ze het over een gouden eikel, ik weet niet wat ze daarmee bedoelen, maar goed, dan hebben ze het over mijn politieke achtergrond. Daar ben ik nooit mee te koop loop. Over 130 kilometer op snelwegen. Ik weet niet waar ze het over hebben. Dat staat er allemaal onder. Ja. Dat is dus vervuiling, dat is een stuk ballast, dat is een stuk onrust, dat nergens toe leidt. Terwijl nu het bericht naar buiten is gekomen, ik wist dat het in aantocht was. Dat had ik vorig jaar december gemeld, dat het gewoon perfect wordt geregeld. Maar dan even en dan nul reacties. Je bent opgegroeid in de slagerij van je ouders. Ja. Wat voor gezin was dat? Gewoon een hardwerkend middenstandsgezin. En vroeg op een echte dag en nacht bijna werken. Dat is best wel zwaar. Want je hielp mee uiteraard in de slagerij. Ja, zodra je kunt lopen in een middenstandsgezin, dan doe je mee. En het is zo dat mijn vader veel en route was en mijn moeder dreef zeg maar de winkel. En wat moest jij dan doen? Ik moest 's morgens om 5-6 uur afhankelijk van de dag op. En dan hielp ik mijn vader met het klaarmaken van alle bestellingen die hij voor die dag had. En naarmate het weekend voordat werd het steeds drukker. En wanneer ik vrij was, bracht ik die dus bij de klanten. Dus voordat ik naar school ging, tussen de middag, toen ik weer terug was van school, iedere zaterdagmorgen. En nou schieten we even door de tijd, ja. Want met alle trots volgens mij ben je opa geworden. Ja, ik ben opa geworden van Tycho. Tycho. Die is geboren op de tweede dag van het stoppenhaal, oftewel 24 augustus. En toen zijn we spoorslags afgereisd naar Berkelen en Roderijs. Daar woont mijn zoon. Ja. En hoe voelt het om opa te zijn? Ja, het is een beetje onwerkelijk dat je... als gevolg van de geboorte van zo'n kind, zeg maar, weer nieuwe familie, nieuwe betrokken familie hebt gekregen. En ik heb natuurlijk neefjes, nichtjes enzovoort, maar dit is eigen, hè. Hoe heb je je vrouw ontmoet, als ik vraag mag? Ja, zij heeft mij ontmoet. Oh? Dat is een heel ingewikkeld verhaal, dat past niet hier, maar... Nee, maar even heel kort. Ja, het heeft te maken met, ik zat op de Rijks-HBS en zij ging op de MULO en via mijn zus werd er een bepaald circuitje doen en dansles komt dan en al zulke soort zaken. Dansles? En vroeger heb ik nog in een kroeg gewerkt van mijn oom, dat is nog steeds een echt bruin café en was ik dus echt uren aan het sjouwen. En dan kwam ze regelmatig om natuurlijk mij te bewonderen aan tussen aanhalingstekens. Mm-hmm. Toen zag ik er nog zo jeugdig uit zoals jij er nu uitziet.
En zo is het gekomen, Lars. En zij ging de verpleging en ik zat in Den Haag, dus zo zoek je elkaar dan op. Ja. Ja. En nou steun en toeverlaat je hele leven al, zolang je haar kent. Ja, zij er niet eens, want ik ben natuurlijk heel veel weg. En dat moet ook maar kunnen. Ja. En dat kan ze plaatsen, daar kan ze mee. Ja, we hebben wel een afspraak gemaakt van dat jij het bond maakt in je baan als burgemeester, wat je zelf weet. Maar ik hoef toch niet overal mee naartoe. Bepaalde dingen wel, hè, zoals de doodherdenking, 30 april, dat wel. Maar zij heeft ook een leuke baan. Als ik volgende week vrij heb, moet je niet vrienden opkijken als ze 10, 12 keer gebeld wordt. Dus ze geeft dus advies en ook telefonisch. En dan zeg ik altijd, we zouden toch vakantie hebben? Ja. Zo werkt dat. En de momenten dus, bij het avondeten misschien, een paar s'avonds naar een klassiek concert gaan met z'n tweeën, het wandelen. Dat zijn momenten. Ja. Vakantie gaan. Waar jullie tijd aan elkaar besteden. Ja, of bijvoorbeeld inderdaad een keertje lekker shoppen. In Den Haag. Lekker shoppen, ja. Ja, of in Haag. Als jij mij nu één levensles zou mogen geven, wat zou die levensles dan zijn? Kijk niet te veel achterom, maar vooruit. Ik wou bewust een stilte van. Ik kan dat toelichten. Uiteraard. Nou, wat is geweest, dat vormt je wel. Hè? Dat is de historie die je opbouwt. Ja. Want ik heb ook net over het verleden verteld. Maar je moet er niet in vast blijven zitten. Dat bedoel ik. Ja. Dus er is altijd een dag na vandaag. Normaal gesproken. En daar komt dan ook mee, denk in mogelijkheden. En het is een soort innerlijke plicht en een morele plicht om dat zo optimaal mogelijk te doen. Ja. Cheers. Cheers. Een heleboel dingen. Ze wilde ook lerares worden, net als haar moeder. Maar ze wilde ook wel op een boerderij wonen, vond ze ook wel mooi. Maar ze had ook gewoon zin in het leven. Ja. 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 Maar dan wordt Sterre ziek. Ernstig ziek. Leukemie. Wat heb je het meeste van haar geleerd? Ja, toch wel. Ja, eigenlijk die ziekenhuisfoto zegt alles. Toch wel van elke dag. Proberen wel iets te maken.